Want kijk, alle mensen die hier op het politiek terras staan en iedereen in de gemeente Den Haag smult van jouw verhalen. Een open invitatie dus. Als je sommigen gelooft, dan is ons vertrek een ramp. Ja, stilletje ramp, toeristen. Sommigen zien zijn misschien wel heel blij met ons vertrek. Eindelijk opgehoepeld, die dinosaurussen. Wij zijn danig verouderd, Maarten. Ja. Stal en Van Doren, van oude lullen die voorbij zijn. Ach ja, dat we ooit jong waren, dat geloof geen hond. Ik weet nog hoe ik voor het eerst het archief betrad. Vette kleren, sandalen, geitenwolle sokken voor de winter en de zomer. En jij? En ik, nou, identito eigenlijk. Ja, precies. Warrelig haar, bovenmaatse baard en een plakkerige snor. Toch waren we voorbereid hoor, want een beetje archivaris moest, zo hadden we dat geleerd, rustig rijpen als goede wijn. Ja, mijn Sonides leek precies zo'n zak overrijpe wijn. Het waren tijden van rijpen rust. Tijden waarin nog geen competenties bestonden. Iedereen kon lekker. Ja, nee, er waren nog geen competenties. Iedereen kon gewoon lekker incompetent wezen. Ja, eentje. Maar dat was dan ook het favoriete instrument van Sven Veldhuizen. Die jonge hond, weet je dat nog, die met zijn enthousiasme de oude heren danig op een zenuwen werkte. Ja, ja. Toen ik er zelf op begon te hameren ook. Nee, favoriet waren pen en potlood. Degelijk papier in folioformaat. Een briefje sturen. Eerst sierlijk de vulpen ontdoppen. Dan met veel omhaal concipiëren. Paraferen, overtypen, collationeren, corrigeren. Nog eens collationeren, registreren, expediëren. Ja, en vergeet niet, en bij dat type altijd een velletje carbonpapier. Weet je wel? Als bewijs, wij noemden dat een nieuwe minuut. Oh ja, wij zwolgen, in dat jargon. Allemaal dankzij een nieuwe directeur, Henk Bordewijk. Potverdomme, revolutie, jaren 70, paardmannen, inspraak, medezeggenschap. Oh, wat mis ik dat toch allemaal? Ja, en onze Koos Wentholt, die ging meer dan ooit de boer op bijvoorbeeld. Verhief haar stem en loodste gehoorzame kudde langs geheime Haagse plaatsen. Hofjes, kerken, grafvelden. Ja, en Henk Slechte die maakte de ene tentoonstelling naar de andere. Hij was nog niet opgebouwd of hij werd er wel afgebroken. En dan ging hij maar door en dat het ene boek na het boekje. En dan allemaal samen met die langharige paardaap van de mast. Ja. Hebben wij die nog wel eens gezien? Ja. En ach, onze Borrelwijk. Bordewijk, die deed nog meer. Hij pakte het zaakje modern aan, intern en extern. Ja, Maarten, jij was wel een heel erg traiter, vind je, hè? Wat? Ja, je wilde dat nieuwe systeem wel eens testen. Verzoen je niet samen met Frank Bista een heel merkwaardig archief zo uit de lucht? Het archief van de Scheurbuikcommissie? Een goudmijn voor speurders van de Haagse historie? Fabriceerden jullie niet een imposant dossier dat langs alle ambtelijke sluizen geloodst werd, volgekrabbeld met paraven en heel slimme, intelligente opmerken? En dan werd het netjes opgeborgen. Was dat niet zo? Ja, er waren ze allemaal mooi ingetuind. Scheurbuik in Den Haag. Door een heuse computer. Een wonder stond er allemaal met z'n 40 omheen te kijken. Ach, en daarnaast een kolossale printer die zo oorverdovend ratelde dat je een hele kast om moest bouwen. Ja, en directeur Bordewijk ging intussen de hort op. Hè? Hij wilde wel eens laten zien dat hij een man van de wereld was. Ja, dus het werd al snel Bordewijk, want niet waar, met een glas in de hand komt de man door het ganse land. Nou ja, ik ben van nature een uitermate innemend man, maar er is baas boven baas. Precies. En hij werkte veel hoor, die baas. Met 60 uur, zoals hij ons verklapte. Waar moet je tegenwoordig omkomen? 60 uur, wat is dat nou? Ja. 6 jaar bewind naar het rijke Rotterdam, hè. Geld ja, dat trekt. Ja, daarna kwam de vaart er echt in. Jobhoppen werd de gewoonte. Flipmaar Schalke-Weert, die een half leven in Amersfoort had gesleten, hield Den Haag al na 2 jaar gezien. Ja.
Ja, maar dat kwam, Maarten, dat weet je zelf ook heel goed, omdat we toen bij de openbare bibliotheek waren ingelijfd. En Flip, die hield niet van boeken, die kon er niet tegen. Nou ja, hij werd dan ook. Hij is dan nu ook lakei bij Beatrix. Ja. Hij kleedt ook liever. Ja, die kleedt liever, ja. Maar ja, ook de volgende weer, Charles Noordam, die bleef helemaal niet lang. Hij vertrok al na 4 jaar. Waarheen? Ja, uitgerekend naar de openbare bibliotheek. Ja, twee in maatpakken gestoken heren, ja, traag langs onze ramen kuierden en dan naar de bezoekers, naar de bejaarde bezoekers loerden en met een wreed lachje iets mompelden. En ja hoor, volgende dag kopte de krant: onrustbarende vergrijzing, ambtenarenapparaat. Maarten, we waren al lang bezig ons te verkopen. Dat is waar, Kees. We gingen de straat op, stonden op braderieën tussen de walmende en stinkende patatwalm, smeten flar de geschiedenis in hopklare brokken naar het graaiende publiek. Hij bemenst een zwevende flexplek waar hij met een inlogcode zijn mailomgeving bereikt. En, ja, en als hij te lui is om te werken, dan krijgt hij geen schop onder zijn kont. Nee, zijn chef genereert dan een kwaliteitsimpuls. Modieus geneuzel heet dat. Stukken die niemand had mogen vinden, juist voor allemaal te kijken. Oh, wacht even. Jij bedoelt die ingewikkelde fundering van die tennisbaan van Beatrix? Ja, die schuilkelder, zeggen ze wel eens. Ja. Hoe zat het met het legertje splijttorden dat onder die aangekoekte laag tevoorschijn kwam? Een ramp, jongen. Stil, jongen, laten we nu maar ophouden. Ik geloof dat we het wel hebben gehad, hè? Ja, nou nee. Ik wil nog even de puntjes op de i zetten. Ja, wat nou weer? Nou, zeg het eens, meneer. Den Haag. Een dorp of een stad? Oh, Den Haag, dorp of een stad? Krimp in mijn maag, krijgt er nou wat? Waarom dat stadskind, waarom jij zo steekblind? Oh, Den Haag, dorp of een stad? Krimp in mijn maag, krijgt er nou wat? Stadskind is dwaling, professor in de maling. Oh, Den Haag, een dorpje, niet meer. Lucht in mijn maag, Haagse bluf doet zozeer. Zoek je maar suf, het is al Haagse bluf. Kom hier met die pijp, de wijn is nu rijp. Niks meer te makken, weg oude zakker. De wijn is gerijp, we worden uit de pijp. Hier met die pijp, oh. Voorde zich een grote schaar. Fans van groot tot klein die dol geworden zijn op eigen wijze. Ik wil de vroeg met de andere hoe dat voortaan hier. Maar ze schiepen ook genoeg, zonder dat wij daarom vroegen. In hun jaarlijks cabaret werden wij tot grote pret in ons Haagse hemd gezet. Weg gaan ze veel te vroeg, gaan ze, want hoe moet dat voortaan hier? Kees en Maarten, het is verleden. Maar het werk dat zij hier deden, blijft bewaard in het archief, dienen tot enorm gerief van de Haagse burgerij. Weg gaan ze, veel te vroeg gaan ze, maar we zien ze wel weer terug.